In deze video overvielen we de wapenwinkel met 20 hostages. De politie was heel erg fel in de onderhandeling. Oké, nou goed, dan laat het op, jongens. En wou ons ook zeker graag pakken. Like en abonneer als je deze content leuk vindt. Hey, what boys, alles goed? Yo, lekker. Hey, moet je niet snel naar plastische chirurgie gaan of zo, bro? Voor wat vet af jouw hoofd te houden, bro. Niks past bij jou, bro. Bro, ben je echt zo, broski? Je bent echt zo? De rest, hey, bro. Van alle manieren hoe die het kan zeggen. Is alleen in jouw voordelen, bro. Je bent echt zo, bro? Hey, bro, kijk, dat vet van jouw bolle wangen kunnen naar jouw kont, toch? Bro, wat? Laat me je niet schieten. Win-win situaties, bro. Met die outfit lijkt je een beetje op zo'n hamster of een jeep of zo. Boys, ik wil die man schieten, maar ik heb geen ammo, man. Hoe kan dat nou? Ik zeg eerlijk, Wick, we moesten die ammo nog regelen, man. Wist je nog? Ook ammo, bro. Ik heb alles geregeld. Collega, ik heb een idee. Je hebt een idee? Oh, wat toevallig dat je een idee hebt, man. Ik heb zeker een idee, man. Hey boys, dit hebben we voorbereid, man. Hey Sleepy, vertel even het idee aan die mannen, ja? Ai. Er zit inderdaad wat schaars in de kogeltjes de laatste tijd. Zoals je net dus ook zag. Dus wat nou als wij eens met z'n allen die ammo shop even gaan leegtrekken? Snap je. Ik denk dat is een plan, nou. We hebben een locatie al uitgekozen. En ik zeg je eerlijk, we zouden natuurlijk ZT niet zijn als we natuurlijk met fucking 20 hostages gewoon die hele boel gaan afzetten, man. We hadden in gedachte dat we gewoon één busje voorrijden. Dus ik heb daar twee chauffeurs voor nodig. Ja, één chauffeur en één bijrijder. Die ammo shop gaan leegtrekken. Ja, liefst zo'n muul, toch? Zo'n muul liefst, ja. Grote bus, waar veel ammo in past. Juist. We pakken genoeg hostages. Ja, ja, ja. 100%. Kijk, we gooien die muul vol. We eisen die weg, dat die niet achtervolgd wordt. We hebben toch, we zorgen gewoon dat we 20 man binnen hebben. 20 hostages. Plukken we heel die tent leeg daar. 100% man. Ik zeg je eerlijk, wat zei je? Wie kan een beetje drijven dan? Als ik het goed hoor, hè? Ja. Hebben we een muur nodig. Ja. Waarbij we gooien hem vol met hostages. Die hostages gaan we achterlaten. En dan gaan we tegelijkertijd vullen, dat ding. En dan gaan we, wanneer de politie komt voor de massagezeling, gaan we zeggen, luister dan. We willen gewoon dat die muur vertrekt met die ammo en alles. Noem maar op. En daarna gaat dat ding vertrekken dus. En dan wat? Wat is voor ons? Dan hebben we die hostages. Ik onderbreek je even Razi met twee tellen. Ja, dan mag je aanvullen. We gaan die hostages. De hele dag krijg ik berichten, man. Chill hem even, man. Die hostages, die gebruiken we als... Waarom moet je richten, broer? Ja, bro, oké, is goed. Hij wil die main character spelen, bro. Laat hem even, man. Bro, stil je even met je rode hoed, ja? Met je rode hoed, stil hem. Ja. I'm the fucking king, man. Bro, dus we gaan... bro, ik ben helemaal van mijn apropos, boys. Even serieus. Ja, dus we gebruiken die hostages als ruilmiddel, zeg maar. Ja, dus op het moment dat wij daar weg willen, uiteindelijk hebben we een vrije doorgang nodig. Eventueel kunnen we nog zelfs geld eisen. Oké, Razi, nu mag jij. Ja, dat wil ik inderdaad zeggen. We hebben wel een beetje pap nodig erbij, hoor. Snap je? Die komen. Maar als wij dan met 20 man zitten, dan hebben we genoeg hostages over. We gaan allemaal naar binnen. Buiten. Ik zeg je eerlijk, meneer Benelli gaat naar binnen. Ik heb een grote AK erbij. Er zijn er nog twee andere mensen die naar binnen willen gaan. Ik denk, met 4 man is het beste binnen. 2 man die de muur bestuurt. Jullie zullen niet bewapend zijn, maar jullie zullen wel belangrijk zijn buiten, in het vervoer. Buiten die 4 binnen. Wat je nodig hebt, is gaan die muur moeten vullen met mensen, zeg maar. Dus. Kijk, die kunnen we ook in principe in auto's gooien. Als het, Ja, daarom. We kunnen alle kanten op gaan. Maar in ieder geval, het is wel handig om zeg maar die mule te gebruiken, dat is wel ziek al. Maar oké, dan wie heeft de mule? Ik weet dat Hermano er eentje heeft. Ah, ik heb er eentje. Is die leeg? die is leeg. Nee. Ik stel voor dat Fools en Hermano met de mule rijden. Die trekken die winkel leeg, die rijden weg met die bus vol met kogels. Yes. Zeg eerlijk, de rest gaat gewoon, support geven van buiten. Klopt, Wick, durf je dit aan? Laat mij naar binnen. Oh ja, en één ding, we gaan niet met kleine wapentjes, toch? Nee, zeker. Nee, Ivan, laat mij binnen. Jij wil ook binnen? Ja, laat mij binnen. Dan pak ik nog shotgun. Ja, dan ben ik al meegereden. Oké, dan gaan jullie vier uiteindelijk zeg maar... Maar wie is dan die vier? Nee, wacht. Hermano en Razi pakken die mule. Ja? Die koppelen dus aan, vullen die bus en wij eisen die vrij. Binnen zitten we dus nu Fools, Rico, ik en nog één iemand dan. Waarschijnlijk Wick. Wil jij naar binnen, Wick, of neem jij de leiding buiten op je? Ik zou eventueel de leiding buiten kunnen nemen. Zeg maar wat jij wilt. Mij maakt het je mag ook naar binnen, broski. Zeg maar, er is heat. Ik kom naar binnen. Ja? Luister. Luitenant gaat mee. Even kijken, man. Dan moeten we wel even iemand, zeg maar, die verantwoordelijk is voor buiten, man. Wie is bekwaam? Hé, hey, Ferry. Yo. Oh, weet jij het... iemand? Waar is Ferry nou? Is het niet Ferry? Daar. Oh, yo. Dit is Ferry. You so close. Yo, Ferry. Oh, ja. Ben jij bekwaam? Die kan leiden? Ja, man. Ik kan wel buiten leiding pakken. Dat is goed. Dan neem jij met Razi is dan bijrijder. Oké, top. Dan hebben jullie gewoon de leiding buiten. Althans, jij de leiding buiten. Dan gaan we het zo regelen, man. Ik stel ook voor misschien een eventuele heli als support. Ja, nee, maar die gaat eruit geschoten worden. Die moet wel dan tussendoor. Gewoon tussendoor gewoon even een keer kijken, toch? Die komt later. Hij is goed, boys. Laten we even allemaal dezelfde porto joinen. Oh, toevallig zit je allemaal dezelfde porto, maar let's go. Laten we hostages pakken, boys. Rennen. Hey, boys, luister. De locatie is bij ANWB, ja. Dus dan weten jullie dat. Die tune of die emo shop bij ANWB. Die is allemaal bij ANWB.
buiten? Ziet die van BP? Nee, ik heb even met Sleepy overlegd en we kunnen best van die doen. Want BP is zeg maar die hoofdpijn van BP, dus ik kan niet doen. Ah ja, heb gelijk. Hey Krips. Kom. Doe eens even Liesbeth Rijksveen. Doe die masker uit, bro. Luister. Hermano, je kan beter even naar binnen gaan. Je moet even al die armor dingen op die muur zetten, man. Ja, doe dat. Kom dan in mijn kleurlijk doen. De mensen binnen, ja. Neem genoeg Stanley messen mee, hè. Ja, ik heb 10 tijgers, 10 dingen. Ja, maar hostages. 2 man achter elkaar. Ja. Daarover gesproken, ja. Boys, waar gaan we beginnen met de hostages te zoeken? Ik zou ANWB vermijden tot nu toe. Even garages checken, ja. Dus als één iemand bij de garages checkt, als je één iemand ziet, laat het weten, dan gaan we daarheen. Hey, verwerk bij Lester. Verwerk bij Lester? Hey, boys, laten we allemaal daar over. Maar ik geef dekking van boven, ja? Gaan we met 220 euro's? Doe maar voor de zekerheid, dan kunnen ze die weg eisen, zeg maar. Dan hebben we extra sterk. Ik ben Rosa, maar... Ja, ik wil niet, wij checken dingen, ja. Hey, we gaan nu insuppen, boys. Ik zie wel de 01 van een politie. Ja, ik heb het in ieder geval. Ik heb het voertuig zetten, hè. Afweer, mevrouw. Ik heb het zelf hoeveel opgepakt worden. Ja, doe maar. Ga je even meenemen, mevrouw? Ga je ook in het voertuig zetten? Oh, ja. Ik doe je ook even goed. Hij heeft een blauwe Taycan, donkerblauwe Taycan hier. Dat ben ik. En de collega die een auto vol heeft, ga naar die plek toe, ja. Ja. Auto die voor ons gaat in die steeg daar wachten, ja? In die ammunition, bij die ammunition. Ja, hier staat iemand, in die steeg, voor de verwerking. Tony, kom maar, CVR, wij checken daar gewoon. Je bedoelt aan de onderkant, collega? Twee man in de auto. Ja, dat is Tony. Ja. Kom er nu al bij daarbij. Dat is die ammunition bij de ANWB, toch? Hoor. Ja, positief. Hij zit er maar doorheid, in, collega. Ja. Kom, wij gaan gewoon garage checken, arena garage en zo, gewoon al die workshops. Yes, hey boys, laten we richting Maze Bank Arena gaan, ja? Hé, er staat wel gelijk 6 op BP. Ik zat in mijn hoofd, man. Ja, want zou BP nu even verschotten, bro. BP, boys. Maar ja, uiteindelijk moet je wel als je de 20 wil hebben. Ja, maar nu. We gaan eerst rustig beginnen en daarna gaan we pas gaan naar BP. Dus volg de callouts. We gaan van CBR naar Maze Bank Arena. Nee, kijk. Maze Bank Arena is niks. Ga richting auto's. Pak iedereen bij auto's. Klaar. Hij ziet, boys. Allemaal richting auto's, ja? Ja, onderweg. Hey, broski, je gaat mee in een groot iets, man, broski. Dus wees maar voorbereid. Je had al een volle auto. Godverdomme. Maar het mag mijn spullen niet op, misschien. Ja, wat heb je op zak? Jij bent al bij de zee gedaan, heb ik al. Ja, dat is niet heel veel. Dat ben ik ook kwijt. Auto's 3 man. Pak dat maar niet uit, man. Het is anders niet best als er misschien gewoon één iemand met een nak of als binnen gaat staan. Nee, dat niet doen, dat niet doen. Ik ben hier aangekomen, Reden. Ik ben... Wie is die caddy? Radicale Rico natuurlijk. Mag dit trouwens? Ze zijn het werk. Ja, toch? Ja, je mag me wel meenemen, ik weet niet wat je gaat doen. Bro, we gaan iets fucking goos doen, bro. Hij boeit hem. Ik ga dit CBR garage iemand pakken. Ga deze mevrouw fouilleren. Niet zo, ja. Kom je met een auto, boys? Hij zit in deze wagen, ja? Zet hem aan blauwe Taycan als je er op plek nodig hebt. Ik heb ook eentje. Even binnen checken. Twee in mijn auto. Ik heb ook eentje. Anders luister, laten we even verdelen. Zet gewoon alles even bij Rowan anders. Dan kan hij... Ben ik hier op de brug op de trekker, boys. Trekker. Ik heb eentje. Bij wie kan die? Voor een volle auto. Bij de groene. Of bij mij of zo. Waar zijn jullie? Auto's. Kom aan. Dit is weer persoonlijk, hè. Dit is heel persoonlijk. Hey! Dit is normaal. Gaan, hè? Mijn auto zit vol, boys. Luister, rij nu naar de Geblus P. Klaar. Genoeg auto's die nog liggen. Ja, hij is okay, ja, wie is spot voor eentje om een volle auto geen stress, laat hem gewoon even in jouw bak, ja. Bij Rowan kan er één nog eentje. Ik kan er nog twee in mijn auto. Hey boys, laat ik geen namen noemen, ja. Waar ben jij, collega? Hoe ga je richting je gebroeders P? Ja, bij gebroeders P. Ik heb nog één plek, man. Gaat iedereen bij gebroeders P nu? Yes. Ja. Iemand. Ik begin te zetten. Handen omhoog. Kleer onder en kleer boven. Kijken in deze hokjes. Maak jezelf bekend! Nee, ik kan er nog eentje in. Ik heb ook een volle auto. Zet gewoon een waggie, boys. Maakt niet uit. We vullen gewoon alles. Welke auto kan er? Hij kan blijven. Kennelijk ook. Hij kan nu niet zijn gordel laten. Oh nee, toch. Hey boys, laten we even plezier afchecken, ja? Plezier af en daarna denk ik Lombijn. Zoals iedereen even één drink al, hoeveel ze hebben, dat tellen we even op, ja? Dan zitten we rond de 12. Volgens mij zit er nog 13, een persoon. Ja, bij ANWB staat 2 kamer, ja? En 3 man op ANWB garage. Dus die allemaal pakken zijn we binnen. Ja, gaan nu doen. ANWB garage, hoor. Allemaal handen omhoog. Ja, allemaal geen zucht. Handen omhoog, naar mij toe lopen. Noodknop. Hond. Ik zit nog bij die ammunition. Hij praat in Porto, bro. Zie ik toch? Ik ben toch niet blij? Ja, zie. Hij praat er niet. Ik zit er in Porto, ook niet, jong. Zit hem door zijn hoofd. Ja, daarom zeg ik, is noodknop. Hé, joh, niet zo hard, joh. Ja, joh, maat. We zijn harde mannen, jongen. Hallo. Collega. Dat is mijn afval. Ja, broer. Dan moet ik wel een beetje bloed door die pols kunnen komen.
Boys, ik moet eten. Wie kan deze twee hostages binnen? Breng hem even daar af, collega. Ja, breng hem locatie. Drie man bij garage. Pakken. Ja, maar die doen die weg kan we niet mee. Zeg niks. Ja, zet gewoon een auto. Ik heb drie man in deze... Boys, eten en drinken. Iemand moet het even regelen. Nou, wel eten en drinken. Ik weet niet waar je allemaal mee bezig bent. Dit mag niet, hè? Pak jullie deze twee hostages, ik moet even eten. Hey, Niffo, dit mag niet, hè? Bro, breng hem naar die locatie, jongens, Johnny. Hey, bro, luister, geen beide handen te backtracken, bro. Eten drinken, hallo, fix, ja. Ik mag precies doen wat ik wil, collega F. Hou je back dicht, kom, wij gaan richting Lombeek, ja. Hou je back, maak niet uit, dan heb je pech. Even stil, boys, even stil. Niet naar Lombeek, geen onzin. Luister, wij staan hier nog steeds, ja. Er staat hier een groene Aston Martin. Die moet even gepakt worden, omdat de collega niet hem daar even naartoe gebracht naar de locatie die eigenlijk hoort naartoe te gaan. Kunnen we die waggie pakken? Ik pak. Hij komt allemaal naar plaats gelukt. Meer hostages hebben of wat? We gaan even inventariseren wat we nu binnen hebben en dan gaan we kijken of we nog meer moeten hebben. Hey, je irriteert me Yusuf wel. Je kan nog masker alles op. Hey, wacht even. Nee, ik ga het halen voor iedereen. Ik heb nog masker alles op. Ja, die trek ik zo over je gezicht af. Loop nou naar binnen. Dankjewel dat je hem eraf trekt. Ik denk sowieso niet waar jullie allemaal mee bezig zijn. Hallo, wat ga je met me doen? Heeft hier iemand demper, boys? Ga je met mij doen? Ik heb een demper. Ja, schiet deze man maar af. Waarom ga je mij afschieten? Voor wat? Ik loop richting die auto. Hallo, fucking back dit, wat is je reden om mij af te schieten? Dat mag niet. Je bent koud en vervelend. Je gaat dood, bro. Je mag wel, bro. Stil. Collega, kan iemand die man doodmaken voor me? Oké, welkom daar. Ja, hier. Dood. Top. Hey, wie ging er allemaal naar binnen? Wie moet eten? Slaap lekker. Ai. Luister, we hebben 20 hostages, inclusief bekermaders. Luister, ga je wat een paar huisregels vertellen? Ja, we hebben nog meer nodig. We zijn hier met veel man, dus laten we het ook leuk houden voor iedereen. Dus laten we niet allemaal gaan roepen. Je mag best dingen zeggen, maar als we zeggen dat jullie moeten ophouden, dan moeten jullie ophouden. Ja? Doen jullie het niet, geven jullie niet om jullie leven, gaan we het op een andere manier oplossen. Ja? Is het voor iedereen duidelijk? Ja. Duidelijk, meneer de Jorgenner. Ja, baas. Ja, want dan gaan jullie levend vandaan, ja? Hey, wat gaan we doen? Gaan we schieten hier of gaan we noodknop indrukken? Van ik, die twee gaan ga schieten. Ik ga schieten. Noodknop. Op combinatie. Nee. Voor mij. Dat komt deze hier. Ik ga schieten, ja. Timer. Gaan we naar binnen? We missen iemand. Wie is niet bij 9195? Oh, ik, man. Ik kom aan. Ja, toch? Wat zei je? Anders heeft een noodknop klikt of zo. Ja, collega, duw even zijn noodknop even in. Ik wil druk of op jouw noodknop bij halen. Ja, precies. Hé, hey, mijn noodknop werkt niet. Wel joh, daarnet had je anders ook geen moeite. Ja, noodknop. Oei! Ja, hij is door. Hij is we laten de bots nu over aan het binnenteam, ja? Yes. Hey boys, luister, de noodknop is ingedrukt. Zal ik dan eens even in de porto zeggen dat het de hostage is? Dat is niet gelijk weer. Ik wapen hem af. Even losmaken, ja? Ja, is goed. Dan zeg ik, anders komen ze daar met wapens naar binnen gevallen. Hier, luister maar mee, ja? Luister naar het volgende. Ja. Je gaat even zeggen, ik ben gehostaged met nog 20 anderen. Okay. In de ammunition store bij de ANWB. Heren, dit is. Ik sta nu onder schot. Ik ga jullie even wat uitleggen. Ik ben momenteel hostage met 20 anderen. Ja, ik herhaal het goed. 20 anderen bij de ammunition store bij de ANWB. Portocommunicatie wordt nu verbroken. Top. Ga weer vastbinden, jongen. Kijk, dat gaat toch een stuk makkelijker zo. Zeker weten, Makker. Maar had je nou echt een noodknop proberen in te drukken bij die brug, ja of nee? Ja, maar het werkte niet. Ja, maar dan moet je mee oppassen, mijn broski. Want ik zeg eerlijk, volgende keer schiet ik je helemaal lekker, hoor. Ja, want ik had jou al gehensen met een AK, broski. Het is mijn eerste dag, hè? Ja, geen probleem. Iedereen mag fouten maken. Goeiedag. Een hele goedemiddag. Goeiedag. Je bent de onderhandelaar vandaag? Goeiedag. Ik ben de onderhandelaar vandaag, ja. Luister, laten we gewoon met de deur in huis vallen. Heb je je wapen in bij, ja of nee? Yo, hey, wegwezen, collega. Dat is voor de hogere piepjes, maat. Heb je je wapen in bij, kerel? Ik heb mijn wapen in bij me, die ook bij me, maar ik ga geen wapens trekken, et cetera. Oké, luister dan. Gaan we gewoon normaal af laten lopen. Een treintje gaan we jou naar binnen leiden en ga je zien wat er allemaal binnen zit. Ik ga even binnen kijken wat de situatie is. De politie gaat nu naar binnen om te kijken wat de situatie is. Yes. Je ziet het? Volgens mij, als je zo met de rug kijkt, dan ga je niet veel zien. Ik ga naar binnen kijken, zijn collega's staan om de hoek. Kom, yes. De deur ook een beetje voor je zo. Mijn collega's staan om de hoek. Zo, wat een gezelligheid. Ja, we hebben feest hier meteen. Ja joh, help ons gewoon joh. Het zijn er 20, dat is niet niks. Mm-hmm. We hebben twee Kamara collega's voor jullie gegazeld. Ik snap dat jullie die waarschijnlijk terug willen als eerst. Mm-hmm. Dat kunnen we gewoon regelen, daar zijn we gewoon coulant in. Nee, ja, ik heb een algemene vraag aan iedereen. Is iedereen oké hier zo momenteel? Fijn. Nou, nog 18 stuks, collega. Okay. Dan gaan we naar buiten. We hebben ook heel veel eten en drinken ingekocht, dus dat moet als goed is. Dat stuk... Het is goed, gaan. Ja, nogmaals, wat is je intentie, sociale bedoeling? Ik zal het even uitleggen, toch? Kijk, weet je, het is, wij zijn een beetje schaars op ammo, snap je? Dus we hebben ammo nodig. Dus
Wij dachten van, laten we een plan maken om uiteindelijk die ammunition stop, die ammunition store te gaan overvallen. Vandaar dat we hier zijn. Zoals je ziet, zijn twee collega's van ons ammo van hier binnen in die bus aan het laden. En we hebben genoeg man om te zorgen dat die bus gewoon zonder achtervolging of wat dan ook, zonder moeilijk gedoe, wil ik dat die bus gewoon weg kan rijden. Ja? Ja. Dus dat is één zeer belangrijke eis voor ons. Ik wil dat deze twee collega's met de bus vrij weg kunnen rijden. Okay. Zodra zij klaar zijn. Ja? En de rest zien we daarna dan. Ja. Hè? Eerst even een beetje vertrouwen van elkaar winnen en dan... Yes. Sorry hoor, meneer, ik was het. En wat ga je er tegen doen dan? Wat is je naam? Wat is je naam? Piet Paulusma. Paulusma. Ik zeg eerlijk, Piet is al langer in de stad dan jou. Dus even rustig. Kale knikken, wat ga je doen? Ga je na deze gijzeling, ga je hem opwachten bij zijn bedrijf of zo? Nee, meneer, kijk, wij kunnen ook gewoon business partners worden. Hè? Iedereen die hier een grote mond heeft, kan ik ook gewoon een boete geven voor hinderlijk gedrag. Business dus, partner? Is dit een vorm van corruptie? Jij denkt hier rustig boetes kunnen uitschrijven of wat? Is niet jouw kaart, die kalles erin. +1, +1. Ja, luister dan, kan je één ding vertellen, bro? Jij bent vandaag niet de main charge trouwen. Dat weet ik wel. Is het niet slim om die zware Kevlar daar op de muren mee te nemen? Die zwaar, ja, eigenlijk wel, hè. Hey boys, daar is een tante bomboklat grote pistool daar zo, broer. Kijk hem daar. Gaat die cameraman maar... Hi, media team. Moeders, we hebben bij de schietbaan hebben we alles eruit gehaald. En hiervoor bij de doos, bij de voorraad, is ook alles leeg, man. Dan gaan we zo even kijken wat we kunnen doen voor jullie, om jullie transport gereed te maken, joh. Dat ook misschien. Heb je genoeg shells gepakt, collega? Want dat ding gaat snel. Maat, je wil die weten. Ik heb er nog in mijn broekzak ook zitten zelfs. Kijk. Hoeveel dingen gaan er nou in die tas verder? Die is best wel klein, hoor. Welke die van mij? Die van hem. Wacht, jongens. Ik wil niet heel veel zijn, hè, maar daaronder, waar je tegenaan te leunen bent, lig ik nog schietschijven. Misschien ook aan de grond. Sommigen. Zo! Die laat toch voor de andere groeperingen liggen. Misschien vooral voor die Kamarlid achter mij, die kale. Hé, hou je mond over die kale. Ik heb onze collega's overpakken. Gewoon een naam, ik gewoon een naam. Ja, okay. Zijn niet te stoppen. Dus dat doe jij de hele dag? Schiet hem af, schiet hem af. Wat? Dan is het vet richten. Hij de DC is ook aangekoppeld. Weet jullie dat? Spit on that. Bro, wat? Hey collega, wat moet met deze gang achterin gebeuren trouwens? Kom eens kijken. Gewoon laden, moet je gewoon laten. Maar goed, zullen we eens even een voorstelrondje doen? En beginnen bij de persoon die met het wapen. Doe maar wat je wil met die guy, boys. Jullie hebben vrij. Yes. Oeh, vandaar een beetje van de suikers. Gelding. Gaat alles goed? Ja, met ons gaat goed. Ah, ja, hey. Toch? Yes. Als goed, deze man achter mij. Goedendag. Die wil even ook even binnenkijken. Goed, heren, dan mogen jullie na ons naar binnen. Loop achter jullie aan. In ieder geval, wij zullen niet. Nee, maak geen zorgen. Blijven gewoon na de deur, ja. Even iedereen stil, ja. Goeiedag. Mag ik iets meer voelen? Jazeker, man. Zeker. Doe alsof je thuis bent. Hey, ze beledigen mij. Beledigen ze echt. De belediging is niet jullie ergens. Nee, ze hebben me vast in. Ik moet meer vasthouden. Ja? Ze hebben mij mishandeld. Hé, bro, luister. Degene die je gaat liegen, bro, even serieus. Wat hebben we gedaan? Ze hebben een zak over de koninklijke marchusee gestopt. Ja, toen hebben ze die AK in mijn. Sorry, kunnen ze beter laten terugstappen? Misschien je smoel dicht, Pipo. Boys, laten we wel gewoon even normaal zijn naar deze hier. Hij komt hier om vragen te stellen over hoe de situatie zit. En hij wil dat van jullie horen. En dan wil ik geen gelul horen, ja? Dus iemand die antwoord wil geven op deze DC hier? Nou, maar gaat het hier goed met iedereen? Normaal behandeld. Ja, hoor. Ja, ze behandelen normaal. Ik moest net naar het toilet. Ik word gewoon rustig plassen. Ik heb misschien een klein beetje op zijn schoen geplast, maar dat is het enige. Kijk, helemaal goed. Hey, ik heb eten drinken gekregen. Dan kunnen we weer naar buiten. Yes. Yes. Goed, heren. Goed, meneer de politie. Yes. Kijk, ik heb doorgekregen dat de collega's klaar zijn. Dus, Yes, dus even voor de duidelijkheid. Die moest gewoon helemaal vrij doorgaan. Yes. Yes, met twee jullie collega's. Gaan dan naar deze twee auto's, denk ik? Ja, dat is correct. Stap 2. Oké, en jullie dan wel mee naar achter. Hier mogen we mee achtervolging starten dan. Correct. Oké, nou dan wil ik graag weten wat jullie als ijs willen qua het vertrekken van deze voertuigen. Zouden we even met stap 1 kunnen beginnen, zeg maar? Ik wou net zeggen, we hadden het net een beetje over vertrouwen binnen. Maar ik wil eerst zorgen dat die bus veilig is. Wij hebben 20 man binnen, snap je? Wie wil jij graag buiten hebben? Ja, ik wil graag dat iedereen hier leeft uitkomt. Precies, maar wat is jouw prioriteit? Toch. Dat zijn de Kamarleden, toch? Ja, zeker. Precies, nou, daar willen wij ook vanaf. Ja, maar daar staat iets tegenover, snap je? Wij willen dat ding weg. Dus als wij twee Kamarleden inleveren en eventueel twee burgers, dan zouden we eventueel een vrije door kunnen krijgen met die mule. Snap je? Oké. Okay. En dan gaan we naar stap 2. Dan ga ik even deze man overleggen even apart en dan komen ze terug. Heel simpel, je bepaalt zelf het vervolg van deze avond. Zie. Weinig woorden zeggen veel, collega. Hé, hey, dat is de bedoeling ook van zo'n zaak. Volgens mij heeft iedereen het wel naar zijn zin, hè? Ja hoor. Kijk, ja, jongen. Misschien niet hamburger, ik kan een beetje drinken en eten, joh.
Jij ook? Zal ik jou eens even helpen, jongen? Zebra. En Piet? Wat is een zebra? Je kan Piet maken met die beer. Een drinkmat. Kijk eens vooraan. Lukt het? Ja, ik kan ook wel weer echt serieus een broodje gebruiken, man. Een broodje water was. Ik heb voor jou. Yo, Gucci man, lukt het? Ik heb geen eten en drinken. Ik heb voor jou een taart. Ik heb geen eten en drinken. Wat kan je jouw broekstuk spelen? Heb je het? Nee, kale. Oké. Ik heb niks, man. Ik heb niks. Die kale heeft die taart gesteld. Zeg nou eens wat je zei. We hebben nu eis gesteld dat de busvrije doorgang krijgt. In ruil voor twee kamaalleden en twee normale burgers. Ja, dan neem ik één burger mee, ja, dat is die in Goonie met zijn masker. Met, Ja, wacht maar even. Goed, de stilte onderhandelaar staat er weer. Yes. Kijk, hebben we overlegd? Jullie mogen zadelijk vrij vertrekken met deze bus. En daarvoor krijgen wij dan twee kamarcollega's. En dan willen we nog één hostjes extra hebben. Zie, uiteraard dan gaan we dat organiseren. Heb je voor alles vrij? Dat gaan we dan ook organiseren voor jullie. Ik zal straks alles kan in een port en dan hoor je ook wat ik zeg. Ja, dat is goed. Wil je dat ik die collega's alvast naar de bus laat lopen en die mensen naar voren laat halen? Nou, je mag zoals hier buiten anders neerzetten of zoiets. Ja, dat is wel handig. Gewoon voor het overzicht. Ik ga ze wel even halen, hè. Leuk, blijf hier. Pieter, ga eens aan de kant, jong dik, Jack. Ah, heren, dan mag even iedereen stil zijn, ja? Kerel. De meneer de kale Kamaragent. Jij mag mee. Ja. En de andere Kamaragent mag ook mee. Free. Kamaragent. Staan, hallo. Als het goed is, licht is nu voor je. Hij denkt free, maar op een half uurtje, jongen. Dan ben jij er weinig. Neem hem ook mee, ja? Neem hem ook mee. Wat moet ik mee? Ik kan er niet opkomen. Collega met die rode moed, neem hem ook mee. Met die moed. Kom maar, jullie mogen naar buiten. Hé, hey, meneer, erg super bedankt. Ik zie nou, heren, is denk dat wel duidelijk is gestopt. Yes, dat is helemaal. Ik loop door naar de collega's. Goeie mee. Twee collega's van de bus mogen ook naar boven komen. Yes, stap maar in de bus, man. Jullie krijgen zo meteen vrije doorgang op het moment dat wij het komen. Hey, broers, kun je luisteren dan? Ja. We zijn hier niet in grap. Ja, zou je even vandaar naartoe willen gaan? Ja, toch schommel. Zij gaan nu instappen, meneer. Op jouw teken, dan laat ik ze vertrekken. Zeg maar tegen je collega dat hij de X5 omver mag beuken, want de collega's kunnen niet luisteren. Je mag de X5 omverbeuken, collega aan de mail, want ze kunnen niet luisteren. Ze hebben poep in hun oren. Nee, ze zijn wel weg. Yes, jullie hebben vrije doorgang, heren. Eén op zaak om minder, heren. Dan gaan we nu naar stap 2. Stap 2 is... Ik weet niet of jullie in de dag erna gezeten worden. Stap 2 is de mensen die binnen zitten, man. We hebben nog steeds 17 hostages, als ik het zo goed heb geteld. We hebben hier twee voertuigen staan. Goed, we kunnen natuurlijk niet voor alles een eis hebben. Dus uiteindelijk willen we ook geld gaan zien. Hallo? Wat zijn jullie eisen? Collega. Nou goed, jullie houden natuurlijk behoorlijk wat drugscrimineeltjes, noem maar op, van de straat. Dus er zal behoorlijk zwart bedrag bij jullie in de kluis liggen. Met allemaal illegaal geld. Mm-hmm. Dus ik zat te denken aan per hostage een leuk geldbedragje. En aan wat voor geldbedrag zou je bedenken? Kleine 15k ik weet niet wat je. Ja, zoiets, 15k. Oké, dat is een flink bedrag. Dat kunnen we gaan overleggen. Yes. Verder, vertel. Ik zou sowieso graag één ABB'er hier hebben. Want met uitladen is denk ik mijn deur eruit gevallen of zo. Ik weet niet waar het mis is gegaan. Dus ik zou graag één ABB'er hier willen voor die auto. Ja, de rest, we willen hier gewoon veilig weg. Dus, Oké, en onder veilig weggaan ontsta ik. Oké, dan gaan we voorleggen. Dan zijn we zo terug. Ja? Yes, top. Oké, helemaal goed. Leren luisteren, je zei 4, maar we hebben de 17. We missen er al in. We hadden er toch 20, min 4 nu? Nee, we hebben er 3 gegeven. Ik dacht 2,82 burgers. Ja, dat dacht ik ook. Hij zei van, maar hij kwam eens tegen. Hij zei, nee, ik wil één burger. Ik dacht, prima. Hey, Vier, gaat even lang duren. De 01 van de politie is te plaats gekomen. Die gaat even de situatiebeoordeling kijken of we dat geld gaan vrij krijgen. Of niet. Goed. Kunnen wij hem ook even spreken als ik vraag mag? Waarover? Dat is gewoon een belangrijke zaak dit. Dus, als ik hem gewoon even face-to-face aan kan kijken. En zeggen dat het een ergste of een ernstige situatie is. Misschien dat hij dan de noodzaak iets serieuzer neemt. Als ik het zo moet zeggen. Maar ik even vragen. Hey boys, wie heeft gewonnen dan? Otto's. Otto's, wat denk jij dan? Ah, Otto's on top. Niet zo toch? Dus, nee, maar kijk, even meneer, kijk, ik ken jou niet hè, maar als je even kijkt wat voor volk daar achter mij zit, kom op. Dat zijn allemaal armoedzaaiers, man. Je kunt er helemaal niet serieus nemen. Hallo. Wat in de wereld zie je? Zo. Duurt dat te lang dit eigenlijk. Ik voel me niet heel veilig mee. Hoe lang gaat het even duren? Zo, kerel. Yo. Dus dit is de 01. Jij bent aardig aangekleed en zo. Mag ook wel, hè? Zeker weten. Goed, zo jongens. Ik zie dat jullie heel veel mensen daar tegen hun wil binnen hebben zitten. Dat is wat minder leuk. Maar hoeveel zijn jullie in totaal? Wij, zeg maar. Wij als... wij zijn met... Oké, jullie zijn met 4. Jullie met z'n 4 willen jullie in 2 voertuigen wegrijden. Correct. Maar jullie willen ook los geld hebben? Yep, dat klopt ook. En voor de rest? Ja, voor de rest hebben we al afgehandeld. Ja, ik wou net zeggen. Voor de rest is ook de vrije doorgang, et cetera. De vrije doorgang, inderdaad.
een beetje 4-1. We gaan die goede achtervolging aan, laat ik het zo zeggen. Jullie mogen gewoon auto's aankoppelen. Huh? Kijk, zie het als een mooie uitdaging ook voor jullie. Maakt niet uit hoeveel jullie eraan koppelen, wat dan ook. Luister, wij willen gewoon jullie een beetje uitdagen, maar ook ons. Hè? We hebben onze kogeltjes hebben we al veilig liggen. Dus okay. Wat dat betreft zit het vertrouwen er wel goed in. In het korps op dit moment. Dus ik stel voor dat we dit vooral zo doorzetten. Zo, ik wil een kleine wijziging toepassen. Ik ga kijken hoe ik dat geld ga regelen. Alleen jullie gaan niet de twee ergens, zeg maar naar één. Ah, dan zie je het als een leuke uitdaging. Hey, luister, jij wil geld hebben. Geld wil hebben, dan gaan we het toch op deze manier doen. Of we gaan het niet doen. Ja, we gaan het allebei doen. We zijn hier om te onderhandelen, toch? Daarvoor bent u gekomen. Dus. Maar ik hoorde in ieder geval twee keer maar, zeg het eens. Ja, dan ben ik wel benieuwd met wat voor bedrag je komt. Want wij dachten aan een kleine 15k zwart. Dat was eigenlijk voor de twee wagens. Ja. 15k zwart wil je hebben? Yes. Ja, dat kunnen we wel. Per stuk dat we binnen hebben. Wij hoeven niet van de staat te stelen, joh. Wij stelen wel van alles wat jullie van de criminelen in deze stad hebben ingenomen. Maar even, zit er nog steeds een collega van ons binnen, of niet? Nee. Negatief. Nee. Die hebben een ruil gedaan voor onze mule bij doorgang heeft gekregen. Laat ik het zo zeggen. Als jullie één voet daar weghalen, dan vind ik 15k per host is prima. En als we dat niet doen? Dan ga je niet weg. Sorry? Dan ga je niet weg. Dan gaan we niet weg. Jij bent een pittige kerel. Ja, die 0-1 die is niet op zijn mondje gevallen. Er zijn 17 man binnen, kerel. Maar luister eventjes, hè. 17 man zijn daar binnen, maar ik heb even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 gewapende eenheden hier dan zitten. Misschien nog wel meer zelfs. Waarvan de helft speciale eenheden zijn. Dus als jullie nu mensen beginnen daarom neer te maaien, dan plegen jullie automatisch zelfmoord. Nee, neem aan dat jullie wel levend weg willen komen. Ah, zeker. Maar wacht. Je zit hier meteen te dreigen met neermaaien, noem maar op. Volgens mij in het begin van het verhaal heb ik verteld dat ik hier niet ben om die mensen pijn te doen. Precies. Ik kom hier puur voor onze eigen zak en alles. Dus binnen met die hostages gaat helemaal niks gebeuren. Alleen laten we het maar als dat zo is, dan moet je ook eer houden aan je woord. En dan moet je die RSS wegdoen. Want je krijgt gewoon je geld. Ik heb niet eens een bedrag omlaag gebracht. Dus als jij zegt dat jij alleen maar hier bent voor het geld. En niet bent om mensen pijn te doen. Dan moet je nu akkoord gaan met de eisen die ik stel. Maar jij wil je korps een beetje zien. Kijk, zie je het ook als een mooie training, joh. Twee diverse achtervolgingen. Luister, ik ga niet met je in discussie. Dit is het. Take it or leave it. Eén van de twee. We gaan even overleggen, ja? Doe dat. Ze doen moeilijk over die twee voertuigen. Ze willen akkoord gaan met 15k zwart per hostage. Op het moment dat wij met één auto vertrekken. Een persoon begon eigenlijk te dreigen met van, wij hebben 25 man hier staan en zoveel opgeleid en dit. En dan denk ik van, oké, maar we hebben hier 17 burgers die niks hebben gedaan. En we hebben twee panelies. Hé, collega, ja, weet maar wat ze zijn blij dat ze politie hebben. We gaan ons niet over ons heen laten lopen, ja? We zeggen gewoon uit, dat is goed, die auto weg, maar dan gaan we wel 17,5k per hostage krijgen. Nou, we gaan hier niet over ons heen laten lopen, joh. Wat is even voor, nee, dan willen we 20k. Ja. Ja, dan willen we 20k. Ja, dus in plaats van 1550k dan, want 10 hostages 7 is dan voor onderhandeling. Dus dan heb je 50k. We zouden 15k is 150 euro. Of 150 euro, 150.000, zwart. Ja, dan kan je 200. Ja, goed, ik zal het wel verwoorden. Kijk, weet je, het is prima. We gaan akkoord met dat we één auto wegdoen. Maar dan heb ik ook een tegeneis voor jou. Dat is. Wij hebben gezegd 15k per man, maar dan willen wij iets meer. Dan willen wij 20. Oké, nou goed, dan laat het op, jongens. Ik bedoel, dan mogen jullie hierop blijven. Dan gaan we wachten totdat jullie besluiten om toch nog een kans te maken om weg te komen. Want ik denk dat zelfmoord niet de oplossing is. En ik denk dat jullie graag wel een mogelijkheid hebben om weg te komen. Dus of je gaat hier dan weg met een hoop geld, of jullie gaan hier dan niet weg. Eén van de twee. Ja, maar ik snap niet waarom je zo bot opstelt, kerel. Wij hebben alsnog 17 man binnen. Dat is het hele punt. Je hebt daar een 17 man binnen en je denkt dat hij vriendelijk gaat doen. Kom op. Nee, je hoeft niet vriendelijk te doen, bro. Je kan niet verwachten dat je alles kan doen. Een stukje inleving, hè, in de situatie waar deze heren, die helemaal niks hebben gedaan, dat mag je wel hebben in plaats van zeggen, ja, we hebben hier 27 man met wapens staan. Wij hebben ook wapens. Ja, dat kan. Ja. Alleen wij hebben nog steeds de overmacht en daar moet je rekening mee houden. Dat is niet wat je aan het doen bent. Nou, wij hebben hier de levens die jij niet wil op je naam hebben. Je kan langer in discussie gaan hierover, alleen dit is wel hoe we het gaan doen. Weet je hoeveel geld wij hier aan wapens hebben staan. Ik heb geen idee. Alleen, luister, hoeveel geld je daar hebt staan, dat is je eigen keuze die je maakt. Nee, dan neem maar een kokje. Nee, maar luister. 2 miljoen, laat ik het zeggen. En dan moeten we doen met 150k. Ga je nu opeens de boel veranderen omdat ik een auto wil wegeisen? Dat heeft niks te maken met de waarde die je nu in je handen hebt. Want anders had je je eerste bod meteen hoger neergezet. Kan het niet doen alsof het daarmee te maken heeft. Het ligt meer de toon hoe je het zegt, zeg maar. Alsof wij hondjes zijn. En we zijn je hondje niet. Snap je? Nou, jullie komen hier al aanzetten als jullie alles kunnen maken. Dat is ook niet hoe het werkt, want wij hebben nog steeds de overmacht. Ah, wij beginnen gewoon een vriendelijke... Oké, even hold on, hè. Laten we deze man even stilhouden. Meneer de onderhandelaar waar we de hele tijd mee hebben gepraat. Is dat een manier hoe wij zijn overgekomen naar jou? Maar je kan ook niet verwachten dat wij ineens heel vriendelijk gaan doen als jij daar 17 man binnen hebt. Ja, maar kerel, het gaat niet om vriendelijk zijn. Dat is de hele kwestie niet. Het gaat erom dat meneer echt wel... Vriendelijk gereageerd wordt of zo door ons. Je hebt nog wel 17 onschuldige burgers binnen zitten. Ja, precies. Maar waarom wordt er dan gezegd
we hebben 25 wapens hier staan. Zelfmoord. Waarom worden die termen überhaupt gebruikt? Alsof het hier een schietgestemd moet gaan worden. Nee. Dit is om jou bewust te maken van wat de gevolgen kunnen zijn van je acties. Want jij loopt te dreigen met het feit van, hé, ik heb hier 17 man binnen staan. Die moeten wel even thuis komen. Nou, als jij daarmee dreigt, heb ik het recht om terug te dreigen met overmacht aan wapens wat wij hebben. Dus ik weet niet wat je nou moeilijk loopt te doen, maar ik speel gewoon hetzelfde spelletje. Dus voor jou het verschil alleen maar is dat ik wapens erbij gebruik en dat jij levens gebruikt. Dus voor jou is het een spelletje waarin 17 man erbij staat. Volgens mij hoor je als onderhandelaar juist de situatie proberen te deescaleren. Maar wat jij doet is je probeert meer water in het vuur te gooien. Of nou, olie in het vuur te gooien. Nou, dat is niet helemaal hoe het zit, want ik kom jullie nog steeds voor de helft tegemoet. Alleen jullie moeten niet te overmoedig worden. En ik mag best wel die lijn aangeven. En die lijn die heb ik aangegeven. En ik kan niet verwachten dat als jij 27 man, of tenminste 17 man binnen hebt staan, dat ik heel relaxed ga zitten van, oh ja, geen probleem jongen, ik ga je dat geld geven. Oh, en jullie kunnen nee, maar dat hoeft ook niet. Daarvoor is er weer de tegeneis van één auto. Ja, prima. Precies. Maar dan mogen wij ook weer een tegenbod stellen. Want in eerste instantie je mag is het een onderhandeling. Ja? Waarin wij zeggen van, oké, 15.000 per hostage. Kijk. Wel, eigenlijk hadden we er 12, maar ja, we hadden gezegd, we doen nu 7 onderhandelingen. Dat is 2 minder. Dus dan kom je op 30.000 minder uit, dan zou je op, dus als je dan nu 20.000 extra bij doet, dan hebben we nu die 20.000 per persoon en dan hebben we dezelfde deal in principe. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar dat is niet de deal die je met mij hebt gemaakt. En daarnaast, kijk, je mag een tegenbod doen en ik hoef daar niet akkoord mee te gaan. Dat is niet waar. Dus het is hier een volledige eenzijdige onderhandeling, met andere woorden. Nou, niet helemaal, want ik ben volgens mij met jullie meegepogen, of niet? Ik had ook kunnen zeggen van, jullie krijgen niks, jullie moeten naar buiten, met jullie handen omhoog. Wij ook maar nu. Ja, het feit dat, klopt, dat je dan al maar zegt daarom is het nemen, dat wij de handen omhoog moeten doen, dan is dat geeft al teken dat het een eenzijdige onderhandeling is. Maar goed, nou, ik zeg toch niet dat je dat moet doen. Ik weet niet waar je dat vandaan haalt. Ik heb geen zin in het gezeik, al die onzin. 150.000, prima. Ja, maar ik wil geen gezeik horen en ik wil dat het snel gebeurt. Want die hostages willen naar huis en dat gun ik hun. Aangezien ik wel de situatie kan inschatten. Volgens mij ben ik niet degene die aan het zeiken is. Maar goed, jullie gaan zo meteen 10 hostages naar buiten brengen. Nou, wanneer ik die 10 hostages buiten zie komen, ga ik jullie voertuig fixen. Dan, wanneer we dat hebben gedaan en ik kom terug met jullie voertuig, dan mogen jullie checken of die goed is, of dat goed is. Dan gaan jullie akkoord met de voorwaarden dat jullie dus dat geld krijgen mocht jullie wegkomen. Yes. Daarnaast, wat heb jij met hun afgesproken als het gaat om wat wij niet mogen doen? Wat heb jij met hun afgesproken betreft het niet schieten, vrij doorgaan, et cetera? Daar is nog niet zo. Oké, nou goed. Ik neem aan dat jullie daar ook wel een bepaald gevoel ja, over hebben. Ja, had ik min of meer al een beetje prijs gegeven. Inderdaad, wij willen gewoon leuk achtervolgen, vrije doorgang, niet schieten. Oké, laat ik het zo zeggen. Wij hadden ons gedijst totdat er vanaf de buitenkant iets wordt ondernomen. Uiteraard gaan we wel pitten, maar dat is vanzelfsprekend, neem ik aan. Yes. Ah, jij naar buiten. Hey. Jij naar buiten. Jij naar buiten. Jij mag naar buiten. Oh, ik moet ook naar buiten. Nee. Jij Paarse. Ben jij zo, collega? Jullie mogen auto's. Yes. Wij tellen buiten. Nog 6. Ook naar buiten? Yes, naar buiten. Mag de zebra ook? Misschien? Jij mag ook. Island Boys moet je samen laten. Doe die zebra. Nee. Laten we ze Island Boys houden, ja. Zebra naar buiten. Top, dankjewel. Jij met die Gucci zebra. Man. Ai. Zet die PR-bro volgende keer recht, ja. Die Apple. Hoeveel nog? Collega, hoeveel moet ik nog naar buiten? Nog 2. Dat is goed, man. Deze man met zijn matje en die daarachter, man. Met die... Mag ik weg? Deze. Ja, jij mag weg. Hey, doe de BG dat ze meteen hebben. Jij ook? Sorry, man. Doe, jongen. Koop even wat. Hij zegt, verkoop even wat. Boys, luister. Ik heb een voorstel, ja. Dat is een voorstel. De heren die buiten zijn, eventueel kunnen we 3 man naar een truck omschakelen. En die dan lekker even lekker vervelend gaan rijden, zeg maar. Om een paar politie af te schudden. Laat ik het zo zeggen. 2 man pakken zo'n truck met trailer. We gaan naar Palito Tunnel. Daar gaat de truck met trailer aan allebei de buitenkant rijden. Op het moment dat de RS6.0 er doorheen is, gaan we een keer ramdiagonaal rijden. Zodat ze een hele grote achter. Precies hetzelfde idee, maar in plaats van dat wij het bij rechter sneller bij die tunnel doen, laten we het bij linker sneller doen bij de grenspost. Waarom? Is ja, hier kunnen we omschakelen naar een off-road en dan kunnen we gelijk via het ravijn weg kunnen vluchten. En dan wil ik wel ook vlugauto's hebben voor diegene in de trucker, hè? Ja, 100%. 100%. Wat dan misschien ook nog wel een slimme is, op het moment dat die 2 trucks, als dat een beetje lukt, ja, als ze na de tunnel 2 off-roaders klaarstaan met 2 plekken, of met 4 plekken totaal, kunnen we overstappen in off-roaders en meteen de berg induiken. Ja. Daarover gesproken, boys, luister. Ik zou 3 truckers doen. Ja, eentje gaat bij grenspost, die hele grenspost afzetten, dat er echt maar 1 ding is, dan moeten ze allemaal afremmen. Dus dan kunnen ze bijvoorbeeld helemaal via de rechter kunnen ze erin of helemaal via de linker, dat maakt in ieder geval niet uit. Maar dan moeten ze allemaal afremmen en dan heb je meer speling. Ja, dan heeft iedereen meer speling ook van ons. Geloof mij, dat moeten we doen. Dus 3 truckers. Ja, Mano en ik... doen dan nu tunnel. We leggen nu onze set weg, pakken auto en dan gaan we naar kamer. Is goed. En wie gaat dan grenspost afzetten? Nee. Ja, maar Nippo, ik heb geen zin om dadelijk weer 20 uur in die cel te zitten, maat. Nee, dat snap ik, broski. Maar luister, die truck die bij grenspost staat, dat hoeft niet eens een mannetje in te zitten. Dat is gewoon een truck die daar gewoon stilstaat met een truck op slot.
Dat is puur om mensen af te remmen. Omdat ze anders met z'n allen met 700 door die fucking grenspost gaan rijden. Ik ga nu een truck halen. Boys, als iemand van ons wordt opgepakt, gaan we die man gewoon uitbreken. Ja, desnoods wachten we op je, weet ik voor wat. We verzinnen het wel. Jullie kunnen ook meerdere voertuigen neerzetten. Het hoeft niet per se een truck te zijn bij die grenspost. Maar zorg dat ze gewoon vertragen. Ja. Als je dat niet hebt, dan... Vito daar neer of zo. Of met een... Kan jij met een trailer, boy? Zet gewoon drie Vito's daar neer. Ik en oma zijn er al bijna met twee trucks. Ja, je kan ook gewoon een trailer er zetten. Dan zien ze misschien die trailer niet. Vlammen ze vol tegen die trailer aan, maat. Ja, desnoods zet gewoon een paar Vito's er neer, boys. Dat moet ook echt wel lukken, man. Die auto getankt. Ja, dan kan je een paar keer heen en weer, maar dan heb je het zo. Ik ben nu onderweg met z'n tweeën. Boys, we gaan nu instappen, ja? Dan is het gewoon echt in 5, 4, 3, 2, 1. Gewoon lekker. Zo, iedereen instappen. Yo, yo. Hi, yo. Rustig rijden, je is hoop, hè. Ja, ik zie alles nog, hè. Je kan beter zachter rijden dan harder, collega. Ik wil dat... Ik zie helemaal niks namelijk nu, dus... Ja, ik wel, ik wel. We rijden nu... Oké, ik ga college hebben, jongens. Wij rijden nu richting Leicester. Richting? Gewoon rustig. Maar nou, dadelijk als ze in de buurt zijn, moeten wij gewoon een beetje gaan slingeren. Okay. En zeg maar de laatste klap moet je kijken. Oh, dat is een flink gisteren. En dan met de handstem zo naar binnen. Dat ja, heel de diagonaal staan. Dit zou ik echt niet doen, man, maar ja. Gewoon rustig geen gekke dingen. Moet je niet vlug houden, ja? Ja, dat ook. Je kan zo meteen bij Mokro's tegen gaan naar boven. Ja, hij weet dat hij moet rijden. Hij moet niet bij Lombard, dan gaan we lekker snel op. Maar hij vooral wat zachter dan wat zachter. Ik en oma zijn bij grenspost. Mag dat überhaupt door het riolier? Ja, mag. Het is gewoon aanvraag, toch? Best wel eens een keertje met diagonaal naar binnen gaan. Hoeveel je afblokt. Goeie. Ja. Als jullie willen, kunnen we dadelijk ook gewoon niet ergens gewoon op trailer zetten, maat. Ga ik wel met trailer of nee, de trailer is weg. Je moet weten, deze buggy is goed in bocht pakken. Hij trekt op snel voor die auto. Je moet ook niet te snel rijden. Wow. Ik zou het wel lang duren, mijn trailer gaat in één keer lukken. Geen stress. Ja, maar voor jullie? Johan komt toch met de trailer ook nog. Kijk, luister boys, het is heel simpel. Wij rijden nu een auto, het enige wat jullie hoeven te doen is te regelen dat er een soortige hindernisbaan is. Ja? Dus de grenspost moet deels dicht zijn en daarna moet er een blokkade zijn van twee trucks. That's it. Ja, maar hij snapt het niet. In de groep hebben we al gestuurd hoe de trucks moeten rijden, boys. Dus in principe zou het voor alles en iedereen duidelijk moeten zijn. Ja, het is duidelijk, maar Razi, de truck is gewoon voor die spant uit, Dix. Dat is het. Maar Rowan, jij bent onderweg met de jouwe, ja of nee? Onderweg met een trailer, ja. Ja, oké, okay, top. Ik heb ook een trailer. Dan gaan wij gewoon die af en aan alles klaar is. Ja, geef ze even de tijd, ja. Ik probeer ook rustig buiten in die pocht, want anders gaat het best goed. Let op, bro. Ah, kom goed. Gewoon zorgen dat we niet crashen, dan... Het enige wat je moet doen, gewoon veel bocht met deze waggie pakken, want die A6'en die kunnen nooit zo... Ja, alles staat klaar, behalve die weggrenspost, want we hebben niks. Bro, zet er gewoon Vito's. Pak gewoon van Chumash of Chumash Noord, zet er gewoon Vito's voor, maat. Dan is het gewoon goed. Vito's is klaar. Vito's is genoeg. Je kan ook een trailer met KM... Ja, de Kolo 01 zit volgens mij achter ons af. Mijn auto stopt er ook al mee, omdat ik... Ja, denk het wel, die M5. Hij wil dan toe graag, hè. Bro, Ferry, waarom zit dus achter jou? Niemand zit achter mij, bro. Je hebt drie auto's, één motor nu. Hey boys, ik wil even volledig jullie komst gebaseerd op het klaarzetten. En wij gaan focussen op rijden, ja? We rijden nu bij Grote Bank. Ik zal hier en daar wat komst doorgeven, dat jullie ook informatie hebben waar wij zijn. Ik ben nu bus aan het halen. Iemand rijdt met mij mee. Ik weet niet wie hier nog staat in die off-road. Ik ben nu met mijn truck en trailer bijna aan linker snelweg. Als we crashen, of wat dan ook, gaan we maaien? Ja. Ik kan dan het antwoord maar, ja. Ik ga gewoon een Vito op mijn trailer zetten, jongen. Ja, doe gewoon bij het tentpot zelf allemaal Vito's en bij de tunnel doen we die twee trucks. Ik ben nu een nieuwe trailer halen. Bro, ik ga gewoon Hayek veel obstakels neerzetten. Nee, wacht. Dus Boomera en ik moeten gewoon in die tunnel gewoon onze voorkant een beetje schuin naar elkaar toe. Hier moet je gasten, weet je. Dit is echt een weg, bro. Deze, we rijden elk beetje eruit. Links, rechts, bro. En daarna moet je shuffen uit. Ja, beter voorzichtig dan... Van crashen. Dat is je crashen, kijk, ik ken het. Als je in een ander voertuig gaat, gewoon, dan op jouw tempo rustig. Want we hoeven je niet kwijt te raken, dat is niet onze dood. Dus je gaat je jezelf allemaal klemmen. Als je die melding krijgt, dan... Maar de andere wil niet naar boven luisteren. Hier moet je gaan, hier moet je. Ja, omdat wij letterlijk met ons. Ik ben mezelf van bro. Ja, maar bro, chillen, man. Chillen, chillen. Je moet deze drie gangen blokkeren, ja. De linkse moet vrij zijn. Bob, graag autodiscipline. Ja, maar zo moeilijk kan het eigenlijk ook niet zijn, toch? Om drie dingen dicht te zetten. Nee, klopt. Maar... Dat is die man die is die hostage. Wat, hè? Die escaped the Matrix. Hem gaan we nooit kwijtraken, bro. Hij zorgt ook voor de obstakels, hè, aan de linkerkant. Zodra je er doorheen bent. Ze zien dat we een blokkade willen gooien. Ja, dus zullen we al erheen rijden? Ja, dan ga je maar. We zijn er nu mee. Het is goed dat ik vanaf de stad kom, toch? Of weet dat ik vanaf Paletto kom?
staat, staat. Kom maar gewoon van stad, kom maar gewoon van stad. Jullie rijden in één wagen toch? Niet over de snelweg terug, hè? Die 20 euro. Ja, je moet hier boven naar Rotterdam. Zou ik niet riskeren. Elefanta, Elefanta. Ik kan hier ook links. Ik kan lachen als er een volgende die tankshop vliegt, maat. Pas op met die bocht. Ik weet niet, we staan hier al één vrachtwagen, of wel. Hij zou hier al helemaal geblokkeerd. Wij gaan nu richting het casino rijden. Dan gaan we langs La Fuente, komen we jullie kant op. We gaan even kijken wat het voor nut heeft, boys. Zorg dat jullie ready staan voor eventuele pick-ups. We hebben nog best wel veel auto's achteraan. Dus wees even alert, boys. We hebben wel genoeg ruimte. We hebben collega, ruimte. Ik heb pick-up nodig in die tunnel, ja. Het kan goed zijn dat hij al 6 een geel lamp heeft, man. Die heeft al meerdere keren gecrashed. Nee, ik ben hier gewoon al weg, nee toch? We hebben echt veel speling nu, man. Boys, 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 ik kom jullie kant op, ja? Dat ding gaat niet spannen. Oh, ik ga hier. Boys, ik kan komen, toch? Ja, ja, je kan komen. Ik heb nodig. Focus gewoon op de rij. Ja, kijk, leuk, maar de investering onduidelijk. Staat alles ready, of niet? Ja. Ja, die bakwakker staat ready. Kom eraan, ik kom eraan, boys. Doe die cayenne. Rowan, ik heb pick-up nodig, kom. Die twee wat doen in, staan die daar? Tony, kom maar die tunnel. Die staan daar ook. Staat er achter een setup van ons. Nee, dan moet ze gewoon op het rijden. We hebben alles geregeld, ja? Jij moet alleen rijden. Hi boys, even van jullie. We rijden nu de hoogte van de kledingwinkel Legerbasis. Als wij zo de hoek komen, naar rechts zien jullie. Maar kan je komen alsjeblieft? Wow, besef, we zijn met 7 mannen. Kan je die trillen loskoppelen? Ja, die trillen kan je loskoppelen. Hi boys, boys, luister even. We rijden nu de hoogte van het tankstation. Rijden nu naar beneden, gaan nu rechts om de hoek. Moet links aanhouden. Als jullie ready zijn, we gaan links aanhouden. Laat die truck maar staan, want ze zijn te dichtbij voor de blokkade uit. Hi boys, we zijn er bijna. 1 shot van terug. We komen hier, nu tunnelen. ESI gecrashed. Uit, stop. Goed met die wrakwagens, we hebben 1 A6. Goed gedaan. Stop, halen op, halen op. Nee, we hebben nog 1 A6'je. We gaan dit proberen te lossen. Zeg maar. Volgens mij hadden we genoeg ruimte. Mensen die indruk hadden. Ja, één, wij gaan klaar staan. Eén van hen was gecrashed in de grenspost namelijk. Sandy, gaan we, ja? Ik zeg eerlijk, maar deze rijden we eruit. We moeten die handelen eigenlijk al. Nee, die A6 die sneller top schiet als ons. Is de status bij die bus? Gaan we Paletto uitstappen, een waggietje pakken daar? Ik denk Paletto een beetje bochten pakken dan. Ja, ik denk bro, er is er één agent, bro. Sleepy, stap uit met een Benelli, bro. Ja, zeg maar, ik vind het ook prima. Paletto, hey, boys, listen. We hebben één politie achter ons aan. Wij gaan uitstappen bij Paletto Garage. Nee, boys, ik heb een idee. Ik ga fake uitstappen, We hebben wel iedereen blijven zitten. In principe op bochten. Probeer hem zo, gewoon een bochten. Uitstappen, laat dat zitten. Ja, ik als je dat aangaan, als je daar auto pakt, schiet ik wil eigenlijk liever niet we gaan nu bij garage of roders pakken. Ja, je moet gewoon een vieze bocht pakken, maat. Nee, ze hebben tijd. Kijk. Ze gaan band schieten. Ze gaan gelijk band schieten. Ja, maar. DRX 7, wat dat is. Je hebt te veel gewacht. Ja, nee, zo. Je hebt onze speling die we hadden, week, die heb je verpest. Omdat jullie een palet op bocht willen pakken, dat kon niet. Ja, omdat wij dan aan bocht kunnen uitstappen. Maar wacht even, luister. We hebben één die A6, die andere twee die zitten best wel ver. Boeien, we gaan. Ik denk gewoon even een beetje grape seed, Sandy, even een beetje bocht. Ik ga stad. Of dat kan ook. Boys, luister, kunnen jullie die boten voor ons klaarzetten? Oeh, bijna! Als bijna vol gekregen. Kunnen jullie ergens op een locatie boten klaarzetten? Ja, het liefst twee. Links. Ik heb er maar eentje, man. Ik dacht wel zetten. Ik kan dus bij die oude kooptrek, als je bij de zaal ging zo links mogelijk krijgen. Dan gaat die vangrail op. Als je in het havengebied een boot, ja, dan kunnen we opstappen, ja. Ze mogen niet schieten, hè. Ja. Ik heb een locatie. Weet iedereen naar het Corleonhuis? Zo niet, ga ik nu de postcode bossen. Via powerplant dan, vertrouw dat hij bij die grenspost hier. Ja, maar haai, ik wil 8 jaar. Als je op een boot zou, word je echt lekker schoten. Nee, luister. Postcode 10.042, ja? Je hebt... Goed, ja, moeilijk. Postcode 10.042, boys, ja? Dan heb je een ingang die je ook kan blokkeren. Als we die blokkeren, kunnen we daarna allemaal op een boot opstappen. En dan zou het prima moeten zijn, ja? Ja, maar je weet wel, ze mogen niet op jullie schieten omdat we die blokkade hebben gegooid, hè? Bro, luister, als je die blokkade gooit, geloof mij, ja, dan gaat het lukken. Wordt daardoor iemand opgepakt, boys? Kijk, dat is even accepteren, dan gaan we het achteraf regelen. Eén iemand gepakt tegenover 4 mensen die gepakt worden, boys, dat is eentje die je voor het team moet nemen.
Dus? Hey, zo'n brandwacht ons aan. Wil jullie dat ik degene ga zijn die opgepakt gaat worden? Of, ik heb liever eigenlijk iemand die een beetje logisch is. Ik zeg heel eerlijk, bro, wij gaan, dat gaat niet werken, denk ik, zo'n blokkade ding. Jawel, dat is precies hetzelfde wat we net hebben gedaan. Dat geeft een speling. Waar moet die blokkade gedaan worden? Waar is dat, Ivan? Dick, luister. Rij gewoon, ja? Ik regel alles voor jou. Het enige wat jij hoeft te doen is luisteren naar wat ik zeg, ja? Die blokkade gaat werken. Jawel, die blokkade gaat 100% werken. Zo. Boys, wie van jullie gaat die blokkade regelen? Ik. Is okay. De linkerkant dus... Je weet waar ik bedoel, toch? Oh, daar. Ja, ik ga nu eerst naar daar. Ja, dat is bij zo'n soort PostNL dingetje. Waar wil je naar een blokkade gooien? Maar waar wil je de blokkade hebben, precies? Echt bij de ingang daar, dat als we erin rijden, dat we spelen gaan krijgen. Daar, wacht, die hekken duren langer als ze opgaan. Nee, dat zijn geen hekken, bro. Je hebt een andere... Dus aan de andere kant moeten wij inderdaad twee boten hebben. Dus we hebben eerst een afzetting, wat voor vertraging zorgt. En daarna hebben we twee boten geplaatst en waar we dan op kunnen vluchten. Ja, boeien, ruim maar wel rustig. Ja, ik pak nu een boot bij Plezierhaven. Ik heb Lokker gestuurd. Daar moet je heen, Hermano. Razi, kan jij de boten regelen? Dan Hermano, dan regel jij de blokkade met misschien nog iemand, ja? Boys, zijn jullie ready voor ons? Ja. Moet jij naar de groene brug komen, groene brug rechts. Na die truck, want zo meteen ligt ga je naar rechts. Wij komen vanaf AWB-kant, boys. Vanaf AWB-kant. Bro, daar staan wij niet eens, maat. Ja, bro. Waar moet ik heen? Oh, waypoint staan. Hij moet aan het einde bij het water, denk ik. Juist. Rustig over die spoor hier, rustig. Dus links? Links, ja. Doorrijden, gas. We zijn er bijna, zorg dat jullie ready zijn. We hebben redelijk voorsprong. Door. Iemand aan. Nu ingang. Nou, dat gaan uitspreken. Stop. Rechts van de zandbij. Go. Rijden gewoon die hekken door, smaak. Go. Vaar. Rijden gewoon die hekken door, smaak. Go. Vaar. Bro, wat zie ik? What? Zo, iemand is gewoon ons eraf. Hij is niet dood. How could I ever be dumb when I know we need more? If I never told mama we're selling at tours. I'm in a backseat S-Class, hand up best class. You were never there before.